Dit is een platenhouder voor gevoelige platen. Zoals dat heet. Je kunt hem opentrekken. En dit is dan zo'n gevoelige plaat. Normaal gesproken moet je die natuurlijk in de donkere kamer laden. Want de bovenste laag is lichtgevoelig gemaakt. Met een emulsie van gelatine en zilververbindingen. Dit is de achterkant die glimt en de voorkant is dof, want hier zit de emulsie op. Die steek je hier dan in. En dan zet je die op slot. En dan kan de platenhouder dicht. En hier aan de andere kant kan dan nog een tweede plaat erin. Deze plaat die zat daarin. En dit deurtje, die schuifdeur, die was kapot. En dit gedeelte van de schuifdeur, die heeft hier nog voor gezeten en ik heb hem in de zon laten liggen. En toen is dit gedeelte en dit gedeelte alsnog donker geworden. En ja, dus na al die tientallen jaren werkte die emulsie gewoon nog. Niet meer om op te fotograferen, want hij was al vaker open geweest, maar chemisch gezien werkt het nog. Goed, twee platen in een platenhouder. Dingen vastleggen op de gevoelige plaat. Daar komt die uitdrukking vandaan. Om een foto te maken heb je natuurlijk ook een camera nodig. En dit is zo'n camera. Hij staat nu in de slaapstand. In de transportstand. En hij kan ook hij kan open. Zo. En dan kun je door dit hier aan te trekken de voorkant vergrendelen. Deze achterkant die kan hierin. En dan kun je focussen door dit naar achteren te draaien. Of naar voren. En dan kun je zo de afstand van de plaat tot de lens bijstellen. Ik zal nog even de lens laten zien. Dit is de lens. Het is voor deze camera een normale brandpuntafstand, wat neerkomt op ruim 200 mm. En het merk van de camera, ik denk niet dat het de bouwer is, maar het merk is Guy de Corel, Amsterdam, Den Haag. Daar is ook de lens van. De lens is wat tof, dat is een soort van Lord of the Rings-achtig gebeuren. Met hier de f-stops uitgezet. En hier dan het Lord of the Rings tekst gebeuren. Ook Guy de Corel, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen. Oh ja, en de camera heeft ook lens shift. Kom er maar eens om bij een moderne camera. Zo. Scherp stellen. Dat gaat hier aan de achterkant. Dan moet de lens open. En je ziet eigenlijk vrij weinig. Ik moet even nog de lens iets hoger shiften. Dus daarom is het handig om een doek over het hoofd te doen. Zo. Dus dan zien we al iets meer. Even scherp stellen, vergrendelen. Het matglas heeft hier gaten, want als je scherp stelt, dan moet die balg in en uit kunnen en dan moet de luchtdruk weg kunnen. Dus als je scherp stelt, dan krijg je 115 jaar oud stof in je neus geblazen. Dus nu is de procedure als volgt. Lens dicht, dan kan de deur open. En dan kan de platenhouder erin, met de gevoelige plaat, vergrendelen, checken of de lens dicht is, platenhouder open,
lensstop eraf, flitsen, lensstop weer terug en de platenhouder dicht. En voor de volgende foto kun je dan de platenhouder eruit halen, omkeren voor de andere plaat. Zo. Ik heb de lensstop geprint, want die zat er niet bij. Ik heb het precies gemaakt, zodat hij net lekker voelt en de camera niet schudt als ik hem eraf haal. Een foto maken gaat dus als volgt. Lensstop eraf, flitsen en dan vanaf de andere kant weer op. En dan is dat klaar. En dan, als je nog een foto wil maken, dan moet de volgende platenhouder erin. Als volgt. En nadat beide platen belicht zijn, kunnen ze naar de donkere kamer om daar de glasplaten tot negatieven te ontwikkelen. En die negatieven die kun je op een vel papier leggen, daardoorheen belichten, papier ontwikkelen en dan heb je een positief. En zo kun je meer positieven maken van één negatief. De camera is uit 1905 trouwens. En ik heb hem gekocht van een Haagse fotowinkel die ermee gestopt is. En daar heeft hij eerst als demonstratiemodel dienst gedaan en daarna als aandachtstrekker in de etalage. Dus ondanks dat hij uit 1905 is, ben ik de eerste eigenaar sinds de fotowinkel. Als je een landschapstand wil kunnen fotograferen, dan moet je de glasplaat natuurlijk kunnen draaien. En moet je kijken, de hele balg die draait dan mee. En dan kun je hem alsnog hier verschendelen. Maar dan staat de lens wel veel te veel omhoog geshift. Dus daarom kan dat omlaag. En dan kun je de camera weer horizontaal zetten. Een leuk detail is dat de waterbubbel nog altijd werkt na al die tijd. En hier zit ook een evenwichtsdingetje.